dames en heren, ik ben echt ontzettend blij dat ze dit is. Sonja Barend. Oh, daar heb ik niet naar uitgekeken, zeg. Als het nou maar niet tegenvalt. Nee. Ik dacht mezelf wel, wat er nu al gebeurt, dit pakt niet bij me af. Okay. Ja. En dames en heren, jullie, ik neem aan dat... zijn er mensen in de zaal die het boek al gelezen hebben? Ja. Oh ja, echt honderd mensen, ja. U kunt daar ook nog vragen stellen. Ik heb denk ruimte voor 3-4 vragen, want anders zijn we om 12 uur nog bezig. En dat is niet echt de bedoeling. Maar 3-4 vragen gaan we zeker stellen na mijn gesprek. Ja. Nou, ja, kom maar op. Ja, kom maar op. Ja, het is overal waar. Ik blijf af en toe u zeggen, maar ik zeg wel. Ja, zeg maar gewoon, probeer maar. Je. Overal waar jij nu komt, is het volle bak, hè? Ja, maar dat valt mij niet zo op, want dat was altijd al zo. Ja, dat is wel een heel eerlijk antwoord. Ja. Maar ik kan me ervoor, ja, maar sinds 2006 ben je niet meer op televisie, daar is een stukje stiller. Ja. En dan komt er een boek, maar dat is heel iets anders dan een talkshow. Het is wel volstrekt anders. En toch weer volle zalen. Ja, maar daarom, het is net alsof er intussen tijd eigenlijk niks gebeurd is. En nu ineens is het weer precies hetzelfde als wel. Ik was gisteravond in de Rode Hoed. Ja, ook vol? Ja, maar ik dacht, hè, gezellig, leuk, al die mensen. Want het is een programma wat Daphne Bunskoek daar doet. Daphne op dinsdag. Ja, hoe kom je erop, hè? Daphne op dinsdag in de Rode Hoed. Ja. Maar, en zij praatte met me en kwam er binnen. En de volle zaal. En zij was heel verbaasd. Maar ik zei, wat is er dan aan de hand? Nou, zei ze, die hele volle zaal. En ik dacht, ja, dat is toch altijd zo. Maar... Dat waren ook mijn eerste woorden toen hier binnenkwam. Nou, voor de zaal nu. Ja, dat is hartstikke leuk, toch? Ja. Ja, ik vind het ook heel erg. Ja, ik ook. Toen ik de allereerste keer de cover zag van je boek en de titel zag, je ziet me nooit meer terug, dacht ik, oh, mijn god, het gaat over jou. Het boek gaat over jouw tv-carrière. En je gaat nog 1 keer boek schrijven nog. En daarna, alsof een Greta daarna Garbo... Daarna kunnen ze dat liedje gaan zingen. Ja, bij mij is het gewoon alsof een Greta Garbo van de lage landen dan helemaal terugtrekken en te sloes. Ben je gek? Nee, natuurlijk niet. Maar het sloeg, maar... Nee, maar dat is ook een beetje per ongeluk, maar toch ook opzet geweest. Want de titel was, die heb ik aan dat boek gegeven. Dat wist ik al bij het voorbaat dat het zo zou gaan. Ja. Je ziet mij nooit meer terug. En toen maakte de uitgever die cover en die wilde mij erop hebben. En toen dachten we, ja, dat is eigenlijk wel een beetje gek. Die combinatie van mijn foto met je ziet me nooit meer terug. Omdat je ziet me nooit meer terug, slaat niet op mij. Nee. Maar toen zeiden ze, ja, misschien kan het niet. Ik zei, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk, laat me staan. Ja, het geeft een beetje een verwarring. Ja. Want in eerste instantie wilde je schrijven over je televisiecarrière. Was toch de bedoeling. Maar heel snel werd het toch... Ja, maar daar ben ik van afgestapt, omdat ik, om daar echt goed over te schrijven, moest ik toch... honderden van die programma's gaan terugzien. En moet je voorstellen dat je dan naar jezelf moet gaan kijken. Dat was, vond ik toch al een soort ramp. Als het, ja, was het best erg? Na ieder programma keken we altijd terug om te kijken. Wat beter kon. Ja, hoe het beter kon. Ja. En ik probeerde altijd met smoezen af te komen. En een strenge eindredacteur die zei, nee, moeten we echt wel doen. Moeten we kijken. En toen dacht ik, ja, dit ga ik mijzelf niet aandoen, omdat nog een keer in mijn leven. Dus toen ben ik van die televisie afgestapt. Ja. Maar toen dacht je, nee, niet toen dacht je, maar toen werd het een heel ander verhaal. Nou ja, dat had ik door die televisieprogramma's heen mijn eigen verhaal willen schrijven. Dat was mijn idee om te laten zien met welk soort achtergrond, welk soort idee ik door de jaren heen... Dat programma had gemaakt. Ja. Dus die combinatie vond ik zelf interessant. Leek mij interessant en mooi. Maar ja, toen wilde ik niet meer over die televisie, althans niet echt veel. En toen zei de bezige bij, schrijf maar door. Want dat verhaal van jou, dat komt wel goed.
Ja, nou, zo is het dus gekomen. Ja, want de tv-carrière is eigenlijk zijn pad geworden nu in het boek. Want de titel, voor degenen die het boek nog niet kennen. Het is, het waren de laatste woorden die je vader David Barend tegen je moeder zei in juli 1942. Ja, iets eerder nog. Ja, iets eerder. Toen opeens twee Nederlandse agenten voor de deur stonden. Die beruchte dag. Kun je beschrijven wat er gebeurde op die dag? Ja. Wij woonden in de Vechtstraat in Amsterdam. Op twee hoog. En mijn vader... ik had een Joodse vader. Mijn moeder was niet Joods. Katholiek toch? Huh? Was ze katholiek? Mijn moeder was katholiek, van huis uit. En mijn vader was thuis, hij had geen werk meer. Joden werden ontslagen, hij was ook ontslagen. En hij had ook een vluchtweg in huis. Want boven ons woonden mensen die hadden op zolder een naaiatelier. En er was een Duitse mevrouw trouwens, van origine. En daar had hij een vluchtplek. En had hij nooit aan mijn moeder verteld, want hij zei... Als je het niet weet, kan je me ook niet per ongeluk verraden waar ik zit. Nou, op een kwade dag werd er aangebeld en mijn moeder doet open. En er staan twee mannen, zoals mijn moeder ze omschreef, twee keurig geklede Nederlandse heren onder aan de trap. En een van die mannen zei, dag mevrouw, is uw man thuis? En mijn moeder zei, ja meneer. Nou, en toen kwamen ze de trappen op. En mijn vader kon nergens meer heen. En die stond midden in de kamer. En die mannen zeiden, wilt u mij even jas aantrekken en meegaan? En er zat niks anders op. Dus hij is met ze mee. Dit is het verhaal van mijn moeder. Wat mijn moeder mij zo verteld heeft. Ik was twee, dus ik kan me niks herinneren. Er zat niks anders voor hem op dan mee te gaan. En... hij draaide zich om en zei tegen mijn moeder, je ziet mij nooit meer terug. En dat bleek ook. En dat bleek ook waar te zijn. Wanneer hoorde je voor eerst dat verhaal? Ja, dat... Want jij was twee toen? Dus... Ja, ik was 2 jaar, dus ik kan mijn vader niet herinneren. Je ziet toch een afbeelding trouwens van je vader? En het... Ja, dat is mijn vader. En, en uiteraard de andere is mijn moeder. En ik was dat kleine meisje. En dan heb ik 100.000 keer naar dat fotootje gekeken. Want er zijn niet veel meer foto's, hè? Nee, ik heb nog een foto van mijn vader. Die staat altijd op mijn werktafel. En daar heb ik tot nu toe dus mijn hele leven naar zitten kijken. dat is het enige wat ik van hem heb. Ik weet het niet. Ik weet niet wat voor man het was. En... maar dat verhaal, je vroeg wanneer ik dat verhaal heb, dat weet ik ook niet meer. Ik weet bij God niet wanneer mijn moeder me dat verteld heeft. Ik heb heel lang niet geweten dat ik een andere vader had dan de stiefvader bij wie ik ben opgegroeid. Ja. En de twee halfbroers met wie ik ben opgegroeid. Want het was 9 toch? Dat je per toeval achterkwam op het toilet? Ja, bij een tante. Ja. Omdat ik ben gewoon opgegroeid met mijn broertjes en mijn stiefvader. Met de naam van mijn stiefvader. En omdat ik bij die tante was. En op de verjaardagskalender zag staan op 29 februari Sonja Barend. 29 februari is natuurlijk al een idiote dag om jarig te zijn. Dus ik dacht, nou dat is gek zeg. Nog een Sonja. En toen... dat weet ik nog wel heel goed. Dat... En dan kom je uit het toilet. En mijn tante stond in de keuken met een af te wassen. En dan ga je vragen. Zeg. Ik vroeg niks. Ik zei, ja, wie is dat? Die Sonja. Ja, en wat grappig dat die ook op 29 februari... En die tante zei, ja, dat ben jij. Want je had een Joodse vader en die is weggehaald. En de oorlog is nooit meer teruggekomen. Ik wist niet wat ik... Hoorde. Ja, wat gaat er dan? Ja, 9 jaar ben je toch wel oud genoeg om dingen te beseffen? Het enige wat ik dacht was... dat ik woonde echt bij... Dit gebeurde in Alkmaar. Ik woonde bij mijn grootmoeder in Alkmaar. Dat zeg je met een beetje gevoel van...
Alkmaar. Ja, nee. Nee, ja, ik ben nog niet zo lang geleden nog eens een keer bezig. Kijk, dat is een hartstikke mooie stad. Maar ik was er bij die tante. Mijn oma had me uitbesteed omdat mijn nichtje bij mijn oma was. En ik dacht, dat nichtje kon toch niet uitstaan dat ik uit mijn kamer weg moest omdat mijn nichtje kwam. Dus ik dacht, die moet het geweten hebben. En toen ben ik de hele stad door gehold terug naar mijn oma. Mijn nichtje stond op straat. En toen vroeg ik haar, wist jij dat ik eigenlijk van een andere vrouw ben? Toen zei ze, ja. Zei, waarom heb je mij dat nooit verteld? Toen zei ze, mocht ik niet van mijn moeder. En toen gaf je haar... Ik heb haar een enorme klap. Alle woede die je hebt zijn geprofiteerd op die nichtje. Ja. Dan. Maar toen heeft het toch nog wel jaren geduurd... voordat ik met mijn moeder erover... Ja. Ik weet niet wanneer mijn moeder, hoe oud ik was... dat mijn moeder mij dit verhaal vertelde. Ja, dan weet je dat je een andere biologische vader hebt. Een Joodse vader is opgepakt in de Tweede Wereldoorlog. Je hebt een stiefvader waar je totaal geen goede relatie mee hebt gehad. Dat is in de boeken uit heel goed beschreven. Dat was geen fijne tijd. Hij was een bron van alle ellende, zeg je. En dan ga je toch op zoek. Je gaat toch op zoek naar wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat zijn mijn roots, zeg maar? Ja, en de eerste persoon waar je naartoe gaat, is je moeder. Ja. Hoe verliep je die gesprekken met je moeder? Ja, dat is een beetje een pijnlijke affaire. Ik heb mijn hele leven lang een hele goede relatie met mijn moeder gehad. Mijn broers ook trouwens. Mijn moeder was heel erg lief en zorgzaam. Enfin, ik had zielsveel van mijn moeder. Ik ben al die jaren ook altijd naar mijn moeder blijven gaan. Ik ging maandag, hè? De maandagmiddag. De maandagavond. Met brokkelkaas. Ja. Als ik uit Hilversum kwam, dan reed ik op maandagavond naar mijn moeder. Mijn moeder hield van ijzeren regelmatig, dus moest ook op maandag. En dan ging ik thuis zitten en dan... het zijn allemaal lekker boterhammetjes en van alles nog. Want dan dacht ik, vanavond ga ik met mijn moeder een heel goed gesprek voeren. Dan ga ik het allemaal vragen. Mijn man drong daar ook heel erg op aan. Die zei, je moet echt, als je nou echt wil weten hoe het gegaan is in die oorlog, moet je met je moeder praten, moet je doen, want straks gebeurt er iets met haar, is ze er niet meer. Ja. Nou, dus ik ging iedere maandag... Vol goede moed. Vol goede moed naar mijn moeder. En dan kwam ik daar en dan zei ze, oh kind, wat gezellig, en ben je daar? Ik heb me de hele dag op verheugd. En dacht ik, ja, Jezus, dat gaat echt. Dat, waar was je bang voor? Ik was bang om haar verdriet te doen. Om haar in een pijnlijke situatie te brengen. Ik was bang dat ze boos zou worden. Ik was bang dat ze... ze huilen zou uitbarsten. Ik was bang dat ze zou breken. En eerlijk, als ik nou heel erg eerlijk ben, en dan mag je... Als je zo alleen zo zit te schrijven, dan heb je alle tijd om na te denken. Als ik nou heel erg eerlijk ben, wilde ik dolgraag alles weten en was ik net zo bang voor de antwoorden. Antwoorden. Wil je alles weten dan eigenlijk? Ja, wil je dan... Ik was ook heel erg bang voor... wat ik te weten zou komen, waarom die in godsnaam in begin 1942... Pas in juli werden... in begin 1942... mijn vader was dus niet met de Joodse vrouw, maar het is in die gemengde huwelijken was het toch nog zo dat je niet onmiddellijk werd opgepakt. Je had nog enige spijt nog. Ja. Wat wilde je eigenlijk vragen aan je moeder precies? Ik wilde natuurlijk heel erg graag weten wat er was gebeurd. Of zij wist waarom hij... wat was er gebeurd? Waarom was hij opgepakt? Hoe is het gegaan? Ik wilde natuurlijk ook heel erg graag de gewone dingen weten. Van hoe hij was, als karakter, als mens. Ja, was er voor een man... En
en lijk ik op hem? Hè? Dat ja. Laatste, ja, dat ja. Wil je natuurlijk. Dat weet je natuurlijk niet. Natuurlijk, daar weet ik helemaal niks van. Ja, wat deed hij precies? Waar hield hij van? Wat verwachtte hij van het leven? Hadden jullie fijn samen? En hield je veel van hem? Hield hij veel van jou? Allemaal van dat soort dingen. En mijn moeder heeft wel eens tegen me gezegd, en dan zei ik, man, hadden jullie het nou leuk samen? Hadden jullie een goed huwelijk? En dan zei ze, ja, kind, ja, natuurlijk. En je vader hield zoveel van jou. En dan ging het daarover. En dan, ja, ik dacht ook wel, ja, zou ze mij dat nou zeggen om mij blij te maken? Zou het wel echt zo zijn? En je weet het niet. En maar met welk gevoel ga je dan elke maandagavond dan weer naar huis toe? Nou... Gewoon volgende week ga ik het echt doen. Ja, dat is het idee. Volgende week echt. Ja. En dan kwam ik thuis en dan zei mijn man, die zei, ik keek dan zo en die zei, en? Zei, oh, nou, God, nee, ja, het was niet echt de avond. Geschikt. Ja, en vaak was ik ook geïrriteerd als ik dan thuis kwam. Want wij hebben het er natuurlijk toch nog vaak over. En helemaal naar aanleiding van het boek hebben we het er vaak over. En dan zei hij, je moet je nogmaals goed herinneren hoe jij dan thuis kwam. Soms moest je eerst 3 kwartier uitvloeken. Want dan zat ik er te mopperen. Nou, het ging weer nergens over vanavond. Over de buurvrouwen. Ja. Maar dat was mijn eigen schuld. Maar zij was echt een oester. Want jij gaf vanzelf nog een dagboek in de hoop dat zij heel veel dingen zou opschrijven. Ja. En die jij later zou ontdekken dan stiekem dan waarschijnlijk. Nou ja, ik gaf haar, ik heb het trouwens, ik gaf haar een heel mooi opschrijfboekje. Zo'n lekker dik boekje met een mooie kaft met stof eromheen. En zei ik, mam, dat is leuk, dat is een dagboek. Nou. Kun je dingen opschrijven die je... Ja. Nou, dat heeft ze gedaan. Ze is op pagina 1 begonnen op de dag dat ik het er gegeven heb. En ze is op de laatste pagina geëindigd, vlak voordat ze doodging. En ik heb een boekje meegenomen. En daarin staan beschreven de... honderden koppen koffie die ik met haar gedronken heb. Hoeveel ze van ons houdt, van mijn broers, van mij, ook iedereen voor precies gelijke porties. Oké, dat is toch, maar het moet toch een heel onbevredigend gevoel zijn geweest. Ja, dat is het ook. En ik bedoel, het was... dat dagboek, als ik het zie... dan lopen de tranen over je wangen, want alleen als ik haar handschrift zie, moet ik al huilen. Ja, snap ik. En het is ook aandoenlijk, maar ik werd soms ook, kon ik het wel echt in een hoek flikkeren. Misschien ja. Ik dacht, Jezus, mens, dat gaat echt nergens over. Nee, en dat is ook de enige keer in het boek, dat jij een beetje boos op je moeder bent. Want je bent zo liefdevol voor je moeder. En dat is logisch, want je bent een dochter. Ik ben ook, ja, je ouders zijn natuurlijk bijna heilig, wat dat betreft. Maar je moeder heeft jou iets onthouden. Ja. Waardoor jij met heel veel vragen zit. Ja. En nog steeds zit. In vragen die je nooit meer zult weten. Ja. Ze heeft ergens of een deel van jou... Ja, identiteit eigenlijk een beetje afgenomen. Daar ben je toch boos op? Op haar dan? Van, ja. Nee, niet godverdomme, maar ook. Ja. Godverdomme, mijn moeder. Ja, nee, maar. En je blijft heel erg lief. Ja. Ik weet niet. Ik bedoel, je hebt volkomen gelijk. Ik zou ook heel kwaad kunnen zijn dat ze me dat onthouden heeft. Het slaat natuurlijk ook nergens op. Ze had met mij dat gesprek moeten voeren. Daar had ik recht op. Ja, natuurlijk heb je recht op. Ja, en dat heeft ze niet gedaan. Maar er is een aantal redenen waarom ik niet kwaad op haar ben. Dat is A, omdat ik veel van haar hou. Ja, daar kun je niks aan doen. Nee, dus ik blijf is, moeder. Ja. En nou ja, je kan je moeder ook haten. Nee, maar het was ook een lief mens. Heel zorgzaam. Het was een lieve schat. En...
Ja, en ik ben ook kwaad. Ik ben ook kwaad op mezelf, omdat het natuurlijk nergens op slaat dat als je heel redelijk je... Met beetje water, hè? Ja, graag. Lekker, dank je wel. Als je nou je brood heel redelijk verdient met het stellen van vragen en wel 40 jaar lang... Hoe ironie, hè? Nou ja, dat je aan je moeder geen behoorlijke vraag kunt stellen, ja. Dat is natuurlijk toch... Dus de boosheid geldt, die geldt ook voor mezelf. En... Nee, dat is op zich twee hele verschillende dingen. Of nu je moeder ondervraagt, of iemand die heel erg dierbaar is. Ja. Of iemand die toch een afstand heeft, dan kun je toch veel, veel directer over zijn. Nou ja, dat is ook echt zo. Ja. Wij kunnen veel makkelijker met elkaar praten dan dat jij nu een goede vriend moet interviewen. Dat is haast niet te doen. Ja, dat is moeilijk, ja. Want dan ga je toch overal omheen zeilen, omdat je denkt, nou, anders doe ik hem pijn of is een beetje lastig. Ja. En als je nu je vader, want er zijn maar heel weinig informatie dingen over je vader bekend. Ja, kleine beetje een talik poederdoosje waar je van waarde aan hecht, et cetera. Ja. Zoals die afbeelding van je... Deze afbeelding toch die op je bureau staat? Ja, dat is de foto die op mijn werktafel staat. En daar heb ik dus al die jaren naar zitten kijken, naar die foto. Die is natuurlijk van voor de oorlog, want anders zit je niet zo gemakkelijk op een stenen muurtje. Mm-hmm. Ik denk aan de Amstel, heb ik zo het gevoel. Ik weet ook niet wie die foto van genomen heeft. Ik schrijf er, ik heb er allemaal gedachten bij die foto. En het gekke was dat ik dus heel lang gedacht heb. En vanaf het moment dat ik die foto heb, en toen was ik zelf nog heel erg jong toen ik die foto kreeg. Dus wie kreeg je die foto? Van mijn moeder. Ja. Toch wel? Ja. En dat ik dacht, wat is dat een oude man zeg. tot ik op een dag weer eens met andere ogen naar hem keek. En toen dacht ik, nee, zeg maar geen oude man. Het is een jonge man. Maar inmiddels was ik zelf natuurlijk. Je hebt zo ouder geworden. Ja, ik was natuurlijk zelf uit. Maar welk beeld? Dus je hebt één foto, die foto met z'n drie dan. Ja. En je gaat toch een beeld in je hoofd creëren van op basis van de feiten die er zijn. Ja, er is niet, zijn niet zoveel feiten, maar ik heb ik heb hem zelf verzonnen, natuurlijk. Ik heb hem gemaakt zoals ik graag een vader wilde hebben. Ja, wat wil je voor vader hebben? Ja, dat heb ik hier gestaan. Echt waar? Dat moet ik maar voorlezen. Ja. Dit is mijn voorrecht. Mijn geheime, misschien wel kinderachtige fantasie. Want je hebt die fantasie natuurlijk. Niemand zal hem kunnen of willen betwisten. Mijn vader is in mijn ogen zoals mijn man. Begripvol, slim, warm, sterk, eigenzinnig, nieuwsgierig. Niet altijd even optimistisch en soms een beetje gedeprimeerd. Maar met veel humor en het vermogen tot relativeren. Daarom werd ik verliefd op Abel, je man. Ja. En ik heb hem behalve als man en minnaar misschien onbewust ook wel uitgekozen, laten we eerlijk zijn, als vader. Dus eigenlijk ben ik dus altijd op zoek geweest naar een vaderfiguur. En heb ik dus gevonden dus in Abel. Ja, maar dat werkt niet zo natuurlijk. Ik kwam mijn man tegen en ik vond dat een leuke man. En een interessante man. En toen werd ik verliefd op die man en zo. En ik kon allemaal niet bedenken dat ik hem nou, dat ik mijn vader zo verzonnen had of zo. Dat zo'n soort beeld kwam pas in me op toen ik het opschreef. En dat ik dacht, ja, eigenlijk zo heb ik hem, zo ook mijn vader wel verzonnen. En dat ligt natuurlijk voor de hand, want iedereen wil een lieve, slimme, leuke, ideale vader hebben. Nou ja, ik heb hem. Dat is ook wel rijk, dus je hebt gewoon je eigen fantasie nu. Ja, want ik moet er toch niet aan denken dat ik met die man, die dat vreselijke lot is ondergaan, dat ik daar bijvoorbeeld dat er een chagrijn was waar ik altijd ruzie mee zat. Ja, dat ga je niet koppelen aan je vader dan natuurlijk. Nee. Ik ben zelfs, toen nog met Ralf Inbouw was,
in de jaren 60 volgens mij, 66. Ja, toen ging naar Israël toe. En toen heb je officieel laten bekeren tot het Jodendom. Heeft uw vader een rol erbij gespeeld? Ja, nou ja, in die zin, als Ralf niet naar Israël was gegaan, had ik dat zelf niet gedaan. Toen ik eenmaal besloot om dat wel te doen en daar was, speelde dat in die zin een rol dat ik dacht, nou ja, misschien ga ik me hier wel heel erg thuis voelen. En ik weet nog dat ik op de boulevard in Tel Aviv stond en over het strand uitkeek. Nu kun je heel ver langs het strand kijken. En dan was helemaal vol met mensen, kindertjes die aan het spelen waren. Dacht ik, God allemachtig, dit zijn allemaal Joden. En dat, hoe zou mijn vader dat nou gezien hebben? Ja. Dus zo'n land. Alleen maar met Joden. Alleen maar, hè, en toen. Ja. Zeker, voor een groot deel. Nou ja, dat speelde in die zin wel een rol. En hij speelde in die zin ook een grote rol in mijn gedachten. En ik ging daar ook helemaal verkeerd als mijn boek over de oorlog lezen. En ik kreeg vreselijke nachtmerries. Dat was... Ik wil nog één vraag nog aan je stellen. En dan wil ik de ruimte geven voor de mensen in de zaal. Je zegt dat... Je ziet me nog weer terug, is het allerpersoonlijkste wat je ooit hebt gedaan. Dat moet wel een hele grote sprong voor je zijn geweest. Ja. Jezelf zo heel bloot te geven. Hoe was dat? Ja. En dat was heel erg moeilijk, vond ik dat. Ja? Ja, omdat ik dus samen met de uitgever had besloten om alleen mijn eigen verhaal op te schrijven. En dan ga je dat doen en dan kom je bij allerlei dingen die ik toch nu tamelijk gemakkelijk aan jou vertel, maar als die in je opkomen, kom je langs allerlei dingen die ik gênant vond. Echt, ik dacht, dat ga ik niet opschrijven, want dat durf ik niet te vertellen. Kun je bijvoorbeeld geven voor iets wat je toen gênant vond? Nou ja, om zo persoonlijk over mijn moeder, ja, over mijn vader, over het huwelijk van mijn moeder met mijn stiefvader. Uiteindelijk heb ik besloten om dat wel te doen, omdat je het niet volhoudt om het niet te doen, omdat het niet meer klopt. Je moet het schrijven. Hoe meer je in dat verhaal opschiet, dan moet je het schrijven, anders klopt het niet. Dan slaat het nergens op. Uiteindelijk dacht ik, weet je wat, ik schrijf het allemaal op. Niemand wist dat ik dat boek schreef. Zelfs Abel niet? Ja, die wist het wel. Maar ik heb het hem nooit laten lezen, terwijl ik bezig was. Mijn broers, mijn familie, niemand wist het. Ik werkte dus niet meer aan televisieprogramma's. En iedereen die ik tegenkwam zei, wat doe jij nou eigenlijk de hele dag? En zei je dat? Ik zei, genieten van het leven. Want daarom ben ik opgehouden met televisie maken. Omdat ik dacht, ik wil nog eens iets anders dan alleen maar werken. En toen heb ik uiteindelijk besloten, ik schrijf het hele verhaal op, niemand weet het. Ik kan het altijd gewoon, als het af is, in de onderste la van mijn werktafel gooien. En gebeurt er helemaal niks. Niemand zal zeggen hoe we zitten met het boek, want niemand weet het. Zo heb ik het opgeschreven. Zo'n backup gevoel van, oké. Ja, ja, daar is het. Het geeft ook een beetje rust ook weer in je hoofd dan, hè? Ja, gewoon enorme rust in je hoofd. En ook de mogelijkheid om van alles op te schrijven waarvoor ik me ook tot dan toe eigenlijk mijn hele leven vaak gegeneerd had. En nooit met dat... Ja, waarom is ook eigenlijk onzin natuurlijk om je daarvoor te generen. Ja. Dat leven gaat zoals het gaat. Ja, ja, precies. Ik vond het een heel mooi verhaal. En het is met heel veel vragen begonnen. Je zoekt toch? Maar zal ik heel veel vragen blijven onbeantwoord? En is dat de waarheid? Zul je nooit weten? Nee. Nou ja, een paar dingen ben ik te weten gekomen. Wat is de grootste, zeg maar, ontdekking, dankjewel. Ontdekking? Ja, dat is eigenlijk een hele pijnlijke ontdekking. Moet je maar lezen.
Ik vind het zo aardig om te vertellen. Ja, jij hebt het wel gelezen. Maar dan is het misschien langs me heen gegaan. Nou nee, dat is niet langs je heen gegaan. Mijn moeder had, dat kan ik wel vertellen. Mijn moeder had een ijzeren kiesje. En ze zei altijd tegen mij, zonder als er iets met mij gebeurt, in de linnenkast staat het ijzeren kistje. En dat is voor jou, er zit iets in en dat is voor jou. En ik zei, nou goed man, ik heb nooit in haar ijzeren kistje gekeken natuurlijk. En toen mijn moeder dood was, stond dat ijzeren kistje daar. En mijn broers ruimden het huis op, want die zeiden, dat doen we jou niet aan. Wij ruimen het huis op. Toen kwam dus het ijzeren kistje. Wat doen we met het ijzeren kistje? Nou, mijn oudste broer is heel erg betrokken. Die is weliswaar de zoon van mijn stiefvader. Maar hij is heel erg betrokken bij mij en mijn verhaal. Omdat hij aanvankelijk ook Barend heette, omdat mijn vader... verdwenen was naar Auschwitz, dat trouwens niemand wist op dat moment en ook niemand wist of hij terugkwam, maar mijn broer was er al. En die is dus ingeschreven als Barend en die heeft wel in het ijzeren kistje gekeken. En gedacht, hé, ik ben toch een echte broer van mijn zusje. Nou, die verwarring en hoe dat in elkaar zat, vond ik in dat ijzeren kistje. Ja, ja. Toen begreep ik min of meer wat er gebeurd was. Het was niet de oplossing van het raadsel, maar wel een enorme slag voor mij. Het was echt ik wil niet overdrijven, maar het was echt een enorme dreun. Je hebt veel dreunen gehad. Ik heb het wel heel erg leuk gehad mijn hele leven. Ja. Niks te klagen. Nee, niks te klagen, nee. Zijn er mensen, want ik heb nog veel meer vragen, maar ik denk mensen in de zaal ook nog vragen willen stellen aan Sonja Baan. Misschien kunnen ze het licht even. Ja, dan kunnen ze het licht geven. Ja. Iets is, kleine taak, dan kunnen we kijken. Zijn er mensen die een vraag hebben? Ik heb geen handheld microfoon, dus je moet gewoon even hard gillen. En ik ga het wel herhalen, daar maar nodig. Zijn er mensen die een vraag hebben aan Sonja Barend? Ja, meneer. Ik heb wel een vraag. U vertelde maar je zeggen trouwens. Ja. Of je mag zeggen. Of ja, ja, mag zeggen. Heel graag. Mag iedereen dat gaan. Je broers hebt. Je hebt heel openhartig verteld in het boek over je leven. Maar dus ook over je broers. Hoe was dat? Ja. Hoe heb je dat kunnen verwerken? Want je kan me voorstellen als je dat schrijft. Dat je denkt van, oh Jezus, die gaan straks reageren. En ja. Nou, dat was wel een grote bron van zorg voor mij, want ik schreef over mijn broers en over stiefvader dan? Ja, dat over mijn stiefvader en over hoe dat leven was. Ik zag wel natuurlijk steeds mijn broer, maar ik heb hele goede verhouding, hebben we met z'n drieën altijd gehad. En ik dacht, ja, die jongens. Dat boek en nou ja. Op een bepaald moment, toen het boek bijna af was, heb ik met ze gepraat. En toen zeiden zij, we hebben zoveel gepraat in de jaren heen. En wij kennen jouw ideeën wel over hoe het geweest is. Dus wij schrikken nergens van. Het is jouw boek, zei mijn oudste broer, heel heldhaftig. En meende niet ook, het is jouw boek. Jij schrijft het, ga je gang. Jouw verhaal. En het is jouw verhaal. Niettemin, toen het boek uitkwam, en toen hebben mijn broers het pas gelezen, toen kregen ze het pas, hebben ze het heel heldhaftig genomen, maar ze hebben er wel last van gehad. Vooral mijn jongste broer. Er is geen verwijt gekomen, maar het was wel zo. We hebben het er nog wel over gehad, want ik merkte natuurlijk meteen dat ze het er moeilijk mee hadden. En dat is natuurlijk, je schrijft over jezelf, maar je neemt een heleboel mensen in dat verhaal mee. En nog een andere vraag in de zaal. Ja, Yvonne. Ik vroeg me af, Sonja, van in jouw levenservaring en jouw leed en jouw goede dingen, hoe heb je dat in jouw vak gelegd? Want wat maakt jou daardoor ook tot een betere interviewster?
De vraag is van, heb je je levenservaring zeg maar, in je vak gedaan? Ja. Van... Nou ja, dat is niet iets wat je... Het is niet iets wat je op kunt pakken en dan ergens in kan stoppen. Hè? Dat je, maar ja, ik zo... Maar ben je anders gaan interviewen door wat je hebt opgerakeld en waar je bezig was? Of? Nee, want kijk, die achtergrond en dat verhaal en die raadsels over mijn vader en mijn moeder. En altijd, dat speelt natuurlijk, sinds ik het weet, was ik nog maar een jong meisje, maar speelt dat natuurlijk... een rol. En dat maakt wel dat dat veel invloed heeft gehad op mijn werk. Over op hoe ik dat werk deed. Dat is niet voor niks dat in al die programma's die ik heb gemaakt in al die jaren... dat het heel erg vaak ging over minderheden. En dat, ik stak nooit mijn mening onder stoelen of banken. Dat werd niet door iedereen altijd met evenveel vreugde... aangehoord, maar ik kon het niet anders, omdat mijn achtergrond nou eenmaal zo was zoals hij was, maar interviewen, dat moet je leren. Ik heb het met vallen en opstaan, ik kan het alleen maar leren door het te doen, tenminste in mijn tijd zeker, was er niet een school waar je dat kon leren. Ik doe op alles gewoon zo. Okay. Jij doet ook maar wat, hè? Ja. Trial and error. Ja. 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 Jongens, nog een laatste vraag en dan gaan we luisteren. Nog, ja. Meneer. Ja, een vraag terzijde van het verhaal. Wat mij opvalt dat u man A. punt noemt. Ja. Als ik dat lees, dan denk ik, waarom doet ze dat nou? Ja, dat is een beetje raar. Kijk, dat is ook een beetje raar. Toen ik... ging schrijven, dacht, nou ja, kwam ik dus langs mijn man, zou ik maar zeggen. Dacht ik, ja, die kan het ook niet helpen dat ik een boek schrijf. En misschien wil hij er wel helemaal niet met zijn naam in. Dus ik dacht, nou, voorlopig noem ik hem A, in plaats van Abel. Toen zei een redacteur die betrokken was bij mijn boek, die zei... Ja, A is niet als je A is, A punt. Dat hoort zo. Oké. Okay. A punt. En ik heb het eigenlijk zo gelaten. En toen mijn man voor dat boek uitkwam, toen heb ik het hem gegeven. En toen heeft hij gezegd, zei hij, waarom noem je mij A punt? En nu is het zo, als we nu... Een kaartje of een brief van iemand krijgen, dan staat er, lieve Sonja en A. Punt. Dus hij heet nu toevallig A. Het is een idioot, maar ik ben eraan gehecht geraakt. Ja. Jongens, Sonja Barend. Ja, dank je. Twee hele mooie nummers. Nog laatste nummer, twee mooie nummers van Ravi. En één nummer die hoorde ik een paar weken geleden. Ja? Het gedicht heet Zo'n Dag. En ik hoorde het en ik moest. Meteen gingen al mijn gedachten uit naar het boek. Oh, echt? En ik dacht, en ik zei ook tegen Matthijs, ik wil heel graag dat nummer. Wil ik dat jullie dat gaan spelen na het gesprek met mij en met Sonja Baren. Wat ook leuk is om te vertellen over Zo'n Dag. Wij zijn tijdens het maken van onze Ravi-voorstelling, dat proces van zijn gedichten op muziek zetten, hebben we ook een correspondentie met Jean-Pierre Ravi onderhouden. En hij heeft ons tijdens die correspondentie een gedicht toegestuurd. Dus dat is nog nooit verschenen. Dit is nog nooit gepubliceerd. En hij gaf dat aan ons. Zet deze maar op muziek. Dat is dit lied. Dat is dit gedicht. Zo'n Dag. Aan wie ik ook maar dacht vandaag, was dood. Terwijl de landerijen en de steden gestaag langs het beslagen treinraam gleden. En het onbeurte miezerde
en goot. Al menig lief is langer overleden dan dat ze mij verdriet of vreugde bood. Ik reis alleen en mis mijn reisgenoot, met wie ik elke windstreek heb doorsneden. Zo'n dag, ik deed het niet met opzet, maar ik zag zelfs het gezicht van vaag bekenden, wiens naam mij bij hun leven reeds ontschoot. Ik zag mijn vader in elk handgebaar. Het regende waar ik mij keerde of wende, aan wie ik ook maar dacht vandaag was dood. Het laatste lied. Laatste lied, ja. Fini, inderdaad. Fini. Fini, ja, Fini. Laatste lied. Lekker zitten. Dit is op jouw troon. Dit is jouw troon. Ik ga voor het laatste lied gaan horen, Fini. Wil ik jullie echt ontzettend bedanken voor jullie komst. Het was een hele bijzondere avond. En waarin de mensen zeiden, dit pakt niemand mee af. We gaan luisteren naar Fini. En Fini is eigenlijk omdat Jean-Pierre wie zelf de koning van de graf schrift redens is. En iedereen zich al zorgen maakte, wie moet dat dan voor hem schrijven, heeft hij dat zelf. Kom op, 2, 3. Heden is na een langdurig lijden dat hij met Gods vertrouwen droeg. Hij komt dus niet meer in de kroeg. Dat hij die somber was bij tijden, de hand niet aan zichzelf sloeg, stemt misschien nog wat tot verblijden, al is het zo al erg genoeg. Wat hem tot slot de dood injoeg, de liefde of de drank of beide, we hebben door dit overlijden een lege leven voor de boeg. Zoals de oude zeide, de beste gaan altijd te vroeg.